Ja, Mika, was er van 0-0 in Zwolle, maar jij had hem een paar minuten voor tijd nog wel even op de schoen, denk ik. Ja, zeker weten. Ik kwam hem goed naar binnen. Helaas gaat hij er niet in. En ik denk dat het wel tekend is voor ons spelbeeld vandaag. Veel uitgespeelde aanvallen door. En helaas was de fysiologie niet scherp genoeg. En dan nog even terug naar het momentje schiet. Denk je dan eigenlijk al meteen van shit, dat is niet goed? Ja, dat denk je niet op het moment zelf. Je doet het beste wat op dat meteen inkomt. Je opkomt en helaas ging het er niet in. Je zegt net al even, jullie missen veel kansen vandaag. Waar ligt dat aan? Ik denk dat vandaag gewoon pure pech is. Weken daarvoor, vorige week, gaan de kansen er wel in. En nu niet. Ja, ik denk dat het pure pech is. Er was de sfeer net in de kleedkamer. Vieren jullie dit als een gewonnen punt of is het toch iets anders? Ja, een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant, je verliest niet. Maar aan de andere kant, je bent zo dichtbij om die drie punten mee te nemen. En dat is helaas niet gelukt dat we het hebben omgezet in overwinning. Maar we mogen niet ontevreden zijn. Geeft jouw wedstrijd nou vertrouwen voor de laatste wedstrijd van het jaar? Ja, ik denk het wel. Als je het spelbeeld van ons bekijkt, dat was niet slecht. Ik denk dat we hierop kunnen voortborduren. En ons kunnen opmaken voor een mooie laatste avondje NAC 2018. Dat wordt nog wel een belangrijk potje natuurlijk. Want dan wordt het nog een keer of aanhaken of afhaken. Ja, zeker weten. En nu voor ons eigen thuispubliek die er dan achter gaat staan. En is het aan ons om het veld te laten zien in drie punten in Breda te houden. Ga je nou vanavond nog goed slapen of zie je alleen die kans nog voor je? Half-half. Ik probeer het van me af te zetten. Maar ik hoop me volgende week wel erin te schieten. Het is nog wel een eindje terug naar huis, hè? Ja, inderdaad. Dus muziekje op en probeer de gedachten te verzetten.